amateur al, Henk. Ik zag je zitten even een krantje erbij en zo. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik heb de headlines wel weer achter te kiezen. Ja, ik ben een lui mens. Ja. Ik weiger dan die papieren versie voor mijn neus te hebben. Maar ik heb daar zo mijn mensen voor. Te weten. Susanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Nou dames, ik ben benieuwd. Wat staat er dan in die kranten? Fleur, met jou beginnen. Ja, is goed. Minister Bert Koenders is een beetje geagiteerd omdat hij gisteren tot 3 maal toe flapdrol is genoemd door Jan Marijnissen. Ik vind dat zo'n mooi woord eigenlijk. Flapdrol. Ja, vooral ook omdat iedereen dus alsof ze hem horsefucker hebben genoemd. Dus het is gewoon maar flapdrol. Ja. Ja, precies. Een hoop gedoe. Oké, wat nog meer? Als je nu in Tossa of Lloret de Mar in Spanje seks hebt op het strand, dan kun je rekenen op een boete van €600. Okay. Als je het doet in de buurt van een school, dan moet je zelfs €1800 betalen. Oh. Maar ik bedoel, het is niet zo dat je dan de dame erbij krijgt voor dat geld? Nee, ja, die heb je waarschijnlijk al betaald. Hè? Nou, dat is een mooie gelegenheid om hem weer eens te draaien, hoor. Jammer! Oké. Nou ja, seks on the beach. Slaat ook maar. En wat weer? Radio Vaticaan heeft een hele slechte financiële situatie. En daarom zijn ze voor het eerst sinds 1931 genoodzaakt om reclameboodschappen uit te gaan zenden. Zo? Ja. Wat zeg je, Henk? Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Nou, jij, koop je tandpasta bij priester Dionysius of zoiets? Ja. Echt vage reclames die ze uit zouden kunnen zenden op Radio Vaticaan. Ik sta er voor open. SMS 3333. Maar voor condooms is het in ieder geval niet. Nee, man. Er is vast geen reclame over condooms. Vandaag in de Televaag. Sus? Ja, de Jumbo supermarkten die starten vanaf vandaag ook een prijzenoorlog. Want ze gaan met de 100 belangrijkste boodschappen gaan ze ongeveer 10% onder de marktleider zitten van Albert Heijn. Oké, onder de Albert Heijn, maar ook echt met de Coca-Cola's van deze wereld, zeg maar. Ja, al die echte aanmerken en wow. Zo. Nou, dat is wel echt bij de hand. Dat is gewoon een investering dan, zeg maar, want het kost dan gewoon geld. Ja. Maar dat doen ze bij de Jumbo. Oké. En wat nog meer? Nog meer. Wil je weten wie de voorzitter van de omroepvereniging Wakker Nederland wordt? Nee, ik heb het toevallig gehoord, ja. Ik zag er wel een beetje van. Fons van Westerlo, nee, hè? Nee, ja. Wie wordt het? Fons wordt het. We moeten een roffel doen, ja. Oh, die zou het worden. Nee, zieke Fons van Westerlo, ja. Ja. Fons. Maar we zullen wel zien. Ja. Of ze überhaupt worden toegelaten, dat is nog maar de vraag namelijk. Mm-hmm. En laatst harde nieuwtje? Ja, ook nog over zwart sparen, dat het altijd bestraft moet worden. En zo, dat zegt P van de A. Nee, ja. ik wist helemaal niet dat negers ook wel sparen, joh. Dus... Goed nieuws! Het is een tijd voor Fleur. Ja, jullie mogen kiezen. Een nieuwtje uit het exotische België of van Nederland? Maar is het echt exotisch België? Nee, absoluut niet. Oh. Nou, doe dan maar gewoon uit Nederland. Oké, het is hilarisch. Volgens staatssecretaris Jet Bussemaker moeten jongens vaker nee zeggen tegen seks. Want blijkbaar denken ze nu dat als meisjes seks met ze willen hebben, dat ze het ook moeten doen, omdat ze anders niet meer stoer zijn. Maar jongens, jullie mogen gewoon nee zeggen, hoor. Dat is goed om te weten. Zeg maar nee en dan krijg je er twee. Maar ik vind wel, wat hij ooit gezegd heeft, daar ben ik het wel mee eens. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar zij heeft ooit een keer gezegd van, weet je wat het is? Als mannen het vaak doen, is het stoer. Ja, en als vrouwen het vaak doen, is het een hoer. Ja, dat is toch wel... Ja, nee, is wel waar. En dat is raar. Toch? Ja, het is ook waar. Ja. Nee, oké. Ik dacht, die dames... nee, het zal. Daarover gesproken, Suus, hoe gaat het met Danielle Lippens? Ja... Goed. Nee, is flauw. Daarover gesproken ook echt. Wat ben je weer lullig? Nee, dat is heel lullig, dus ik geef het onmiddellijk toe. Maar wat ik me wel afvraag, serieus. In deze moeilijke tijden, deze examentijden, zie je hem dan nog wel door de week of helemaal niet? Meer in het weekend. Maar ja. Nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Ik heb alleen nog volgende week examen. Oh, dan heb je alleen nog even Engels of zo? Ja, en Duits. Ach zo. Maar vandaag zo de rest van de week niet? Nee, lekker vrij. Relax, joh. Ja. Wat is het leuke nieuws in de Telefoon vandaag? Ja, een Chinese man die heeft een nieuw wereldrecord op zijn naam gezet. Hij heeft namelijk een bus met een hele speciale manier naar voren getrokken. Die bus die was 30 meter lang en 8280 ton. En dat heeft hij allemaal aan zijn haren over de finish gekleurd. Oh.
Nou. Ja. Ik denk dat hij had geoefend met zijn vrouw. In die zin dat hij waarschijnlijk zo'n wijf had dat sowieso de haren uit zijn hoofd kon trekken. Ja. Wat mooi zeg. Ja, en Weigert heeft het ook gedaan. Oh. Meen je dat? Ja, natuurlijk. Er is niks van overgebleven. Nee. Dat is een vrachtauto die gelaaien was vol met boomstammen, volgens mij. Zit hij helemaal kaal te wezen? Hij is de hand erin vergeten af te gooien hierop. Ja, dat was toch ook dat wel. Is erg. Dames, bedankt. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Ja, extra veel toeters vandaag, hoor. Dat is dan maar ik heur. Ja, het is 7:10. Want dit is Giel op de radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.